Dit is voor de echte schrijvers, want ik weet waar jullie zitten in je hart. In je hart. Met de spray-can cap omgekeerd spray, can spray. En met de rijmstijl spreek met de AKOKKA. Yo, hey, schrijvers, ga even mee naar de yard van Noah. Graffiti! Onderweg naar de yard met die fat caps, met die skinnies of mits. Het maakt niet uit welke trap je hebt, want dit is hoe ik voor de echte schrijvers rap. En voor de echte graffers die ik in mijn crew heb. Boy. Want ik weet het, bij graffiti moet het in je hart zitten. SF. Die we hebben geleerd hoe je toy tag zet. Via Bob Ross stijl schets op de plek met de alfabet. Tony Montana, skinny cap, belt te vet. Met de spreken, gangster, ghetto, stilo, style, chat. En als het kon, liet ik de hele wereld een kunstwerk zien. Als ik die tag kon zetten op een raket. En als de overheid eventjes niet oplet, is de aardbol gesloopt. Positief met de verre vies. En ga over SF heen, dan is er geen peace. Maar tijd voor brief en verlies. Oh. Ik weet het, het moet in je hart zitten, in je hart. Dus kies of verlies je tanden. Als je niet weet hoe je moet richten met die cans in je handen. En ik destroys niet, maar wie begint als eerste klappertanden? Als de echte pros beginnen te branden. Met vet cap outlines kunnen zet hoge flatgebouwen. Heel dun zelfs. Level hoog randen. Met wie ga je naar de yard? Wie kan je vertrouwen? En wie stort erin? In een gesprek met de recherche. En op wie kan je bouwen? Voor een opdracht. In een nieuw huis. All around verven. En wie zou in de New Yorkse tunnels rondzwerven? Onder koffer. Bijna niemand. Yo, respect voor dat. En laat jaloezie iemands kunst niet bederven. En laat die illegale muren niet schoon. Wat? En ga niet over iemand weer. Dan gaat de trein op rijden.